Van elektrische scooters tot zelfrijdende shuttlebusjes en auto's die heel dicht op elkaar kunnen rijden. Er gebeurt in Brabant ontzettend veel op het gebied van slimme mobiliteit. En hier in Helmond op het Mobi Festival komt dat allemaal samen. We zien hier de TNO Rijsimulator. Dat is een opstelling waarin we onderzoek doen naar het gedrag van de mensen in het verkeer. En speciaal in relatie tot automatisch rijden proberen we hier vast te stellen of iemand voortdurend in staat is om zo nodig het weer van de techniek over te nemen. Dus of iemand niet in slaap is gevallen bijvoorbeeld? Of iemand niet in slaap is gevallen en nog wel voldoende alert is en aan het opletten is om inderdaad zo nodig nu adequaat controle over te kunnen nemen. It's a self-driving shuttle, meant for public transport, so it's a minibus of 15 people that can drive up to 25 km per hour. No driver needed. The idea is really to use the shuttle for a couple of hundred meters that will be between, for example, a hospital or a campus to a bigger bus station or a train station. Wat zijn dit? Je ziet hier twee Twizy staan. En deze voertuigen die gaan coöperatief, dus samen. Dadelijk een rondje rijden. Hoe werkt dat dan? Deze auto die vertelt eigenlijk aan auto 2 wat jij met je gaspedaalstand doet. En auto 2 kopieert dat dan. En daardoor kun jij heel makkelijk er dicht op rijden. Dus je kunt je voorstellen als op een normaal stuk weg er 100 auto's passen. Met deze techniek zouden er misschien wel 200 auto's op dezelfde stuk weg passen. En je kunt het daardoor ook een stuk veiliger maken om dicht achter een andere auto aan te rijden.